Het was een onverwachte wending toen Robert Jan Els uit BB vol liefde werd gestuurd. De aflevering waarin Els naar huis werd gestuurd zorgde voor veel verontwaardiging onder de kijkers, die hoopten op een terugkeer van de geliefde deelnemer. Inmiddels lijkt het erop dat de toekomst van Els in het programma niet zo rooskleurig is als velen hadden gehoopt. Els, die in een recent gesprek met RTL Boulevard haar verdriet over de uitslag deelde, gaf tegelijkertijd aan dat het goed met haar gaat op het gebied van de liefde. Ze bleef echter vaag over de details van haar huidige situatie. De hoop op een comeback werd aangewakkerd door haar Instagram-post, waarin ze een hint gaf naar meer te komen op 12 september tijdens de reunie. Er gaat nog een hoop gebeuren, dus. Blijven kijken naar BB vol liefde en naar de reunie op 12 september, schreef ze, wat de verwachtingen bij fans verder aanwakkerde. Desondanks lijkt een terugkeer steeds onwaarschijnlijker. Een volger maakte namelijk een opvallende opmerking onder een van Els Instagram-posts. Waarin werd gesuggereerd dat Els inmiddels een nieuwe relatie heeft. Leukste mevrouw van Nederland, schreef de volger. Robert Jan, nee, er is nu iemand anders in de Côte d'Azur. En die respecteert wel dames. Deze onthulling heeft geleid tot verbazing en speculatie onder andere volgers. Een van de volgers vroeg zich bezorgd af of dit betekende dat de kijkers geen hoop meer hoeven te hebben op een romantische climax met Els. Els zelf reageerde op het bericht door de complimenten van de volger te waarderen. Maar ontkende niet dat er mogelijk een nieuwe man in haar leven is. Deze wending in Els' liefdesleven en de speculaties over haar relatiestatus zorgen voor een extra laag van intrige en nieuwsgierigheid rond de show en haar deelnemers. Fans blijven met spanning afwachten wat er nog gaat gebeuren en hoe dit de dynamiek van BB Vol Liefde zal beïnvloeden.